Op 4, 3, 2, maak het zo zwart. En een klein beetje doorzak in het midden. Hou je borstkas op. 0, 4, 3, omhoog, armen. Strek ze uit naar voren tot schouderhoogte. En omhoog. Nog 4. 3. Nog 2. En die laatste. 1. Aan van rechts naar links. Schouders op. Voilà. Laatste 4. 3. 2. Om en om 9 keer. Laatste 4. 3. Om en om 9 kost. Nog 4, 3, 2, omhoog in het midden. Tik de grond aan. En die laatste, handen op je benen. Kleine stukjes veren, borst op. Oké, handen wijd. Hou hem laag vast in die benen. Armen in en uit. In en uit. Blijf mooi laag in die benen, in die squat. Hou bij het vast. Kleine rondjes. Andere kant op. Laatste 4, 3, 2, arm omhoog en op en laag. Blijf in die squat dan staan. Op en laag. Vier, drie, twee, combinatie naar voren. Voor en omhoog. Voor, terug, op en laag. En die laatste 4, 3, 2, 1, arm op. Hey, over je hoofd. Rek hem uit en terug. Laag en terug. En die hand nu op je benen rust, gaat nu op je bil. Dan ga je net iets verder uit. 8 keer. 7. 6. 5. Nog 4. 3. 2. En wissel de andere kant. Eén hand op je been. Maak die arm lang, over jou, lang. Hand op je billen, net iets verder uit je. Laatste 4. 3. 2. En die laatste. Kleine stukjes laag. Borstkas goed op. En laatste 4, 3, 2, zo zwart. Doorzak in het midden, duw jezelf omhoog. Nog 4, 3, 2, gaan we die kant op. Tap en tap. Nog 4, 3, 2, knie op. Op en tap hem terug. Op, tap. Op en tap.
Weer één knie op, naar andere been, zit je verder naar achter. Dus op, naar achter. Op, verder achter. Op. Vier. Drie. Twee. En die laatste. Marcheer hem uit. Ietsjes breder. Zet hem uit. Vier. Drie. Twee. Die kant op. Vier. Drie. Twee. Knie op. En tap hem terug. Vier, drie, twee, trek hem verder naar achter, je knie op en stand weer verder naar achter. Laatste vier, drie, twee en die laatste, marcheer uit. Nog vier, drie. Twee, even je heupen los. Eén been buigen, één been strekken. Nee, zet hem ietsjes breder. Nog iets breder. Draai er even rondjes. Andere kant op. Laatste vier, drie, twee, kantel je bekken. Even naar voren en naar achter. Bovenlichaam mee. Laatste acht, nog acht. Zes, vijf, nog vier, drie, nog twee, en die laatste, oké. Even je heupen los, draai van binnen naar buiten. En die laatste gaan we andersom. Laatste vier. Drie, twee, en die laatste, zet hem ietsjes breder. Adem even diep in, rek hem uit, even door je benen, twee keer, één, twee, en omhoog. Nog een keer, één, twee, en op, en die laatste, één, twee, op, sluit bij, zak even door. En die laatste, hou hem even hoog vast. Nee, schud hem even los. Kom eens even op je matje. Misschien heb je je smok aan. Die wou ik ook uit. Kijk, en let op die beenpositie. Je voeten zijn natuurlijk doorgepoint. Hak het tegen elkaar aan. En laat je voeten dan naar buiten wijzen. Dus maak een mooie equilateraal voeten. Je armen gaan naar voren. En eerst even je rug weer oprekken. Maak je een volle rug. En gaan die armen langs de oren, we strekken de borstkas op, we houden hem even vast voor 4, 3, 2, nog eentje weer een bolle rug. Met die bolle rug strek je door naar voren, pak je voeten even beter, hou vast voor 4, 3, 2, doen we nog een keer bol naar achteren. Bol.
borstkas op, armen langs je oren, hou vast voor 4, 3, 2, en maak weer een voorrug, rol met die bolle rug naar voren, kijk weer waar je bij kan komen, en rek even weer de achterkant van je benen op, hou vast voor 4, 3, 2, bolle rug naar achteren, borstkas op en gelijk die armen opstrekken langs je oren, en hou vast, laat die buik even trillen voor 4, 3, 2, nog 3 keer. Borrug. Rol met die bolle rug naar voren. En haal vast. Voel de rek aan de achterkant van je benen. Rol weer naar achteren. Armen langs de oren. En borstkas op. En haal vast. Juist. Netjes. Haal vast. Voor 4, 3, 2, de laatste. Borrug. Rol naar voren. En haal weer even vast. 4, 3, 2. En die laatste. Borrug. Strek hem even op en hou vast voor 4, 3, 2, nog 1, bolle rug. En weer naar voren en hou vast voor 4, 3, 2, trek maar de benen in. Hou hem even hier. Zit goed op je zitbeentje, dat je niet naar achter kan vallen. Hou het meer nog even goed in balans. Borst is op, laat je eerst die handen los. En je daar goed in balans, hou even vast. Hou vast voor 4, 3, 2, nog 1, strek de benen uit en hou vast. 4, 3, 2, en pak hem weer terug. Je raakt de benen nog niet aan, hou hem weer even hier. Dan doen we nog 2 keer, strek uit, hou vast. 4, 3, 2, trek hem in, benen niet aanraken, hou hem hier voor 4, 3, 2 en strek hem weer uit. En hou vast voor 4, 3, 2 en trek in. Nu mag je de benen even vasthouden, heel even rust. En nog 1 blokje. Strek hem 4 keer uit. We trekken 4 keer de benen in, maar je raakt de benen niet aan. Ja, dat is eigenlijk je rustbedrijf, je benen pakt. Oké, hou hem hier. Laat ze los. Dan gaan we. 4, 3, 2. Strek uit. Borst op voor 4, 3, 2. En trek hem in. En hou vast voor 4, 3, 2. Nog 3 keer. Strek uit. 4, 3, 2, 1. Trek in. Nog 2. 4, 3, 2. Nog eentje. Strek uit. 4, 3, 2. En trek in. Die laatste. En dan heb je rust. En strek hem uit. 4, 3, 2. Trek hem in. Pak hem beet. En neem even rust. En voel het in je benen, in je rug. Zet hem even neer. We rollen even werveltje voor werveltje af. Houden de voeten aan de grond. Rollen langzaam af. Armen langs je oren. En rollen weer langzaam op. Strek hem door. Houden de voeten aan de grond. Rollen hem af. Nog 2 keer. Armen langs de oren. En rollen weer op. Nog 1 keer met die benen gebogen en die voeten plat op de grond. Die laatste, rol hem weer werveltje voor werveltje op. En haal vast. Oké, de handen gekruist op de borst. Rol af. En rol op. En je voeten aan de grond houden, nog 2 keer. Rollen weer rustig af. Afrollen minstens zo belangrijk als oprollen. En nog eentje. En rollen weer op. En dan gaan de handen bij de oren. De ellebogen gaan naar binnen toe. Dus niet wijd, maar naar binnen. Rollen weer af. Niet aan je oren trekken. En rollen weer op. Goed je navel in die trekken en de billen bij elkaar knijpen. Nog 2 keer. Rol hem rustig af. En rol hem op. Adem goed door. De laatste. Rol af. En rol hem op. Je bent steeds een klein beetje meer hefboog kwijt. Dus die laatste is de zwaarste. Pak de voeten weer op. Hou vast. Pak die grote strandbal beet. En rol die kant op. En helemaal door naar achteren. Omhoog. Kijk hem na. En breng hem naar achteren. 8 keer. 7. 6. Nog 5.
no 4, no 3, nog 2, die laatste, en pak een beet. Netjes. Zet hem neer. Rol naar voren hier, even helemaal uitstrekken, naar voren rollen. Bosje zit tegen de benen aan. We rollen hem naar achteren. Strekken hem op en dit is een hoek van 45 graden. Hier hou je hem even vast. Dan dwing je het borstkas goed op te duwen en jezelf een klein stukje naar achteren. Dan gaan we van hieruit bewegen. Je gaat eerst naar achteren en strek hem op. Let op die benen, kijk even naar jezelf. Dat die benen 45 graden zijn, dat ze niet te ver weg schuiven. Dat ze in één keer daar zitten of daar. Echt daar. Ja? Dus naar achteren 45 graden. Naar achteren, klein stukje op. Naar achteren, klein stukje op. Adem door. 8. Klein stukje omhoog. Goed naar achteren, klein stukje omhoog. Dat je die spanning voelt op je buik. 6. 5. 4. 3. 2. En die laatste, maak een bolle rug, wat je benen maar weet. Strek hem even goed door. En laat los. Ja, doe nog 2 keer. Dit is echt zwaar, hè? Die 8 keer voel je enorm in je buik en in je rug. Dus zoek dat grensje op. Als je hier gaat bewegen, voel je namelijk niks. Dus rol hem af naar achteren, 45 graden, strek op. Ja, dit is mooi 90. Hier zit hij ook. Oké, hou hem vast. Dan gaan we een stuk verder naar achteren. Borstkas goed op. Hou naar achteren, klein stukje op. Naar achteren, je trekt jezelf langzaam een klein stukje omhoog. Naar achteren. Voel je niks, moet je verder naar achteren. En niet te ver omhoog komen. Nog 8. Op. 7. Langzaam op. 6. Op. Niet te snel. 5. En op. Nog 4. En op. Nog 3. Nog 2. En die laatste, bolle rug. Strek hem eerst even goed door voordat je loslaat. En dan laat je hem pas los. Goed zo. Laatste keer. Als je het voelt in je buik, in je rug, dan doe je het goed. Nog 1 keer. Mooi bolle rug naar achteren. Benen niet te ver weg. Strek je borstkas op. Ja, voel die spanning. Dan ga je verder naar achteren dat je denkt, oké, nu voel ik mijn buik, ik voel mijn rug. Hier gaan we bewegen. Eerst naar achteren. Langzaam omhoog. Naar achteren, adem door. Langzaam op. Maak hem mooi langzaam. Nog 6. Nog 5. Adem door. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Ziet er goed uit. En die laatste. Volle rug. En als je het dan goed voelt, dan heb je het goed gedaan. En laat hem los. En dan komt er nog een klein stukje bij. We hebben al een heel groot buikblok gehad. We pakken daar vast. We laten hem weer los. Dan zet je je handen eventjes hier bij je kuiten. Ja, dan raak je ze niet meer zitten. Dus we maken alles lang. We strekken de armen uit, we strekken de benen uit, we draaien een rondje. Doe hem even voor. Armen langs de oren lang. Armen gaan opzij. En je trekt erin. Je raakt de benen niet aan. Even veel tikjes aan. Ja, 8 keer. 8. Zeker. 7. 6. Lang, wijd en arm terug. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En die laatste. En dan mag je weer mee pakken. Keurig. Hey. Even de buik met rust laten. En we doen naar de benen. Kom je op die zij liggen. Je voeten zijn mooi op één lijn. Je heupen zijn mooi op één lijn. Dus niet te ver naar voren of naar achteren leunen. Je hand zit je voor je neer. Point je voeten helemaal door. Gaan we kleine stukjes op en laag. In het midden. Dus het been niet te laag. Been een klein stukje hoger. Klein stukje bewegen. 4, 3, 2, benen in het midden, iets lager. 4, 3, 2, omhoog. Op, 2, 3, 4 en midden. 2,
3, 4 en hop. 2, 3, 4 en midden. Omhoog. En midden. En op. En midden. Nog een keer op. Midden. En op. Eén keer midden. En gaan we rondjes draaien. Omhoog. En trek hem aan naar voren. Goed, met kracht trek je dat been aan. Goed aantrekken. Op. Trek hem aan. Nog 8. 7. 6. 5. Nog 4. 3. 2. Andere kant. Doe eerst naar voren en dan trek je hem aan naar achteren. Dus draai de andere kant op. Goed krachtig aantrekken. Niet alleen maar rondjes draaien, goed aantrekken. Nog 8. 7. 6. 5. Nog 4. 3. Nog 2. En laatste. Gaan we helemaal omhoog. Omhoog. En naar voren. Gepoint omhoog. En flex je voet. Breng hem naar voren. Op. En schop hem naar voren. Op. En schop. Omhoog is je voet gepoint. En naar voren is je voet geflexed. Nog 4. Nog 3. Strek hem goed door. Nog 2. En die laatste. Leg je hem voor neer. Kijk hoe ver hij naar voren kan. Misschien kan hij nog een stukje verder. Heel goed. Flex je voet. Til hem een stukje op. En raak de grond 8 keer aan. Tik. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Leg hem neer. Schuif hem weer naar voren. Wat ben je verloren? Til hem weer op en schop hem naar voren. Door het eindpunt heen. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, nog 1, leg hem weer neer. Wat ben je verloren? Schuif hem weer naar voren. En terwijl je hem naar voren blijft duwen, trek hem omhoog. Trek hem omhoog. Dat voelt heel zwaar als het goed is. Buig je been en breng je knie naar je borst. Tik de grond aan en duw hem uit. Tik hem aan. En duw uit. 8 keer. 8. En schop. 7. Schop. 6. 5. 4. 3. 2. En die laatste. En leg hem neer. Deze ligt mooi naar voren. Kunnen we het onderste been pakken. Tenen naar je toe. Breng je been zo hoog mogelijk. Dat hij niet hoger kan. En vanuit daar... tik je hem verder omhoog. Dus je tikt er doorheen. Op, op, op. Dus we brengen dat been eerst op spanning. En in dat spanningsgebied gaan we bewegen. Op. Kleine tikjes op. Hij veert vanzelf terug. Oké. 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, hou hem hoog vast. Hou vast. Ietsjes hogerop, kom, hou vast. En kleine stukjes. Op, 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 op. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hou hem hoog vast. En als je denkt dat het hoog is, probeer nog iets hoger. Dan is het een millimeter hoger. Hou vast voor 4, 3, 2, laatste keer. Tik hem op. Gaan we. Hè. Binnenkant been is dit, hè? Op. Op. Nu opgeven. Op. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En hou hem vast. Iets hoger. Laatste 4, 3, 2. En leg hem neer. Goed gedaan. Kom je op je rug. Schudden we deze even los. Kom je liggen.
Voordat we naar het andere been gaan, pakken we even die billen. Schuif je schouderbladen onder je rug, zodat je borst wat hoger opkomt. Kom je zo hoog mogelijk en knijp zo hard als je kan in je billen. Gaan we hier op, op, op. Kleine stukjes. Maar blijf in je billen knijpen. Op, op. En nog 8, 7, 6, 5, nog 4, 3, 4, 3, 2, hou zo hoog mogelijk vast. Je hebt die billen wat hoger en knijp in je billen zo hard als je kan. Hou vast voor 8, 7, 6, 5, 4, blijf knijpen, 3, 2, en gaan we weer kleine stukjes op, 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 op. En hou die spanning op die billen. Adem rustig door. De laatste 8 en dan houden we hem weer vast. 8, 7, 6, 5. Hou mooi hoog die billen. 4, 3. 4, 3, 2, hou hoog vast, zo hard als je kan, knijp je in die billen. En hou vast voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nog één keer kleine stukjes, komt ie, en op, 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 op. En een mooie billen van knijpen. En gelijk train je die rug erbij. Laatste 8, kom op, bijna, voor, 8, 7, 6, 5, 4, goed opgepakt, 3, 4, 3, 2, hou hem hoog vast, en hou vast, kom op, voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nog niet loslaten, maar dan ga je van boven naar beneden. Werveltje voor werveltje rol je die rug op je matje. En pas als je onderrug op het matje ligt, dan laat je die billen los. En dan voel je weer dat je rug de mat verlaat. Doe nog een keer. Druk je onderrug maar tegen het matje aan. Kantel je bekken en je onderrug ligt tegen het matje aan. Je kan er niet meer met je hand onderdoor. Breng je billen omhoog. En dan gaan we weer langzaam van boven naar beneden. Met samengeknepen billen, werveltje voor werveltje, je rug afrollen. Pas als je onderrug het matje raakt, dan laat je die billen los, ontspan je. En kantelt je bekken vanzelf weer, zodat je rug weer hol wordt en het matje verlaat. Mooi. Dan rol je door naar de andere kant. En pak het andere been. Punt je voet weer door. Laat hem ietsjes naar buiten wijzen. Dan pak je ook al een stukje binnenkant even mee. Hou je benen in het midden, dus niet daar, maar daar. En gaan we een klein stukje bewegen. Hop, hop. Vier, drie, twee, een stukje omhoog. En halen. Hop, hop. Vier, drie. 2 en midden, midden, 2, 3, 4 en hoog, 2, 3, 4 en midden, 2, 3, 4 en hoog, 2, 3, 4 en midden, en hoog, en midden, en op, en midden, en op, 2, 3, 4 en midden. En op, 2, 3, 4 en midden. En op, en midden. En op, en midden. Nog één keer op, en op, 2, 3. 4 en midden, 2, 3, 4, hou vast midden
En draaien we die rondjes omhoog. Trek hem aan naar voren. Op en trek hem aan. Met kracht. Goed met kracht naar achteren trekken. Nog 8. 7. Dan gaan we de andere kant op. Nog 6. Nu omhoog en naar voren. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En die laatste. Andere kant op. Nu naar voren. En trekken met kracht naar achteren. Goed krachtig aantrekken. Nog 8. 7. 6. Nog 5. Nog 4. 3. 2. En die laatste. Breng hem omhoog. Gepoint omhoog, die voet. Omhoog, let op. Flex je voet. Schop hem naar voren. Op. En schop hem naar voren. Rekken we mooi die beeldspier op. Naar voren. Omhoog. En schop hem door. Omhoog. En naar voren. Nog 4 keer. 4. En naar voren. Nog 3. En dan laat je dat been voor liggen. Nog 2. En die laatste. Op. En leg hem voor neer. Kijk even hoe ver hij naar voren kan. Misschien kan je nog een stukje verder naar voren schuiven. Dan til je hem op. En tikken we 8 keer de grond aan met geflexte voet. 8. 7. Blijf hem naar voren duwen. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Leg hem neer. Omdat het zwaar wordt, wil dat been naar achteren schuiven. Dus kijk wat je verloren bent. Schuif weer naar voren. Til hem op. Ja, en beweeg hem 8 keer. Klaar, hè? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Leg hem neer. Schuif hem nog iets naar voren. Keurig. Dan gaan we hem omhoog trekken, maar je brengt hem ondertussen ook naar voren. Dus naar voren duwen en omhoog trekken. Dat is heel zwaar. Dan doe je het goed. Buig je been. Raak met je knie de grond aan. Richting je borst. Dus tik hem naar de grond. Richting je borst. En schop hem uit. Tik aan. En schop hem uit. Tik je knie naar de grond. Hou je voet op. En uit. 8 keer. 8. En schop. 7. En schop. 6. 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En die laatste. En laat hem liggen. Pakken we weer het onderste been. Tenen naar je toe. Hak van je af. Breng hem zo hoog mogelijk. Tot hij niet hoger kan. En naar daar tik je hem omhoog. Dan veert hij vanzelf terug. Heel bezig spanning. Gaan we op. 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 Acht. 7, 6, 5, nog 4, 3, 4, 3, 2, allemaal hoog vast, hou vast voor 8, 7, 6, 5, 4, iets hoger op, 3, 2, en tik hem weer omhoog, gaan we, op, 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 1, 8, 7, 6, 5, 4, voor het binnenkant benen. 4, 3, 2, omhoog vast. Kom op, hou vast voor 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, tik je hoger en hou vast voor 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nog één keer omhoog, laatste keer. Kom maar, op, 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 op. En 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, nog één keer hoog vast voor die laatste 8. 7, 6, iets hoog, kom op 5. 4, 3, 2, en leg hem neer. Andere benen bij. Rol hem op je buik. Als je sokken aan hebt en ze zijn glad, doe ze even uit. Je tenen op het matje. Je onderarmen onder je schouders. En dan kom je omhoog. Hou hem even hier vast.
Goed je hakken naar achteren duwen. Je schouderbladen richting die billen, je navel in. Mooi in die plank en hou vast voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Let op, dan kom je van die lage plank, liefst zonder tussenkomst van je knieën, in je hoge plank. Dan heb je hem hier. Kom je naar achteren, je duimfacing door. Je hoofd tussen je schouderbladen. Je houdt je benen gestrekt. En je loopt met je handen richting je tenen, zonder je benen te buigen. Als dat lukt, hou die benen gestrekt. Nee, we zitten nog steeds hier, de benen zijn gestrekt. Er zit geen buigen hier, check het even voor jezelf. Je houdt gestrekt en we lopen weer terug naar die hoge plank. Hou hem hier, één hand aan de buitenkant van je matje. Andere kant, buitenkant matje. En je breekt hem omlaag in een hoek van 90 graden. Dus je armen komen gebogen in 90 graden. Hou vast voor 4, 3, 2. Strek die armen weer uit. Down facing dog. En je loopt weer met je handen naar je tenen. En je houdt je benen gestrekt. Hou je benen gestrekt, raak je tenen aan. Goed doorstrekken, doen we nog één keer. We gaan teruglopen met gestrekte benen naar die hoge plank. Hier. Batterijen. Nee. Hand aan de buitenkant. En kom omlaag in die 90 graden. Hou vast voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Strek uit. Loop weer terug. En doen we nog één keer. Loop naar voren. Loop naar voren. Kom terug in die down facing door. Loop weer terug. Helemaal naar je tenen toe. Dan die laatste keer. Loop naar voren. In die hoge plank. En buig die armen in 90 graden. Hou vast. Buig die armen voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Strek die handen uit. En loop terug naar die tenen. Mooie oefening. Buik, rug, benen, alles in één. Netjes. De laatste keer. Je loopt alleen nog maar naar voren. In die hoge plank. En van die hoge plank ga je naar de lage plank. Kijk eens, mooi, keurig. En hou hem vast voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je knietjes naar de grond en loop even met je elleboog richting je knieën. Maak jezelf even klein. Netjes. Strek even uit. Blijf lang hier. Oké. Je handen zijn in een hoek van 90 graden hier. En houd ze vast. Komen ze van de grond af. Kijk naar je matje. En breng je lichaam omhoog. 8. En weer terug. 7. Borst komt van de mat. 6. 5. 4. 3. 2. En je laatste strek uit. Draai je duimen naar buiten. Blijf naar je matje kijken. 8 keer omhoog. 8. Adem uit op. In terug. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Naar voren. Handen op elkaar en dan onder je voorhoofd geplakt.
En dan gaan we weer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en die laatste. Dan maak je de armen lang, duimen wijzen naar boven. Helemaal lang gaan we 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en die laatste. En trek ze in. Breng je handen even onder je borstkas. Duw jezelf omhoog. Kijk even schuin op. Kom je omhoog. En je handen zijn onder je schouders. Je knieën zijn onder je heupen. Je strekt even je linkerarm en je rechterbeen uit. Hou vast voor 4, 3, 2, zet neer en wissel af. Andere kant. Voor 4, 3, 2 en breng terug. Dan nu dezelfde kant, dus linkerarm, maar ook linkerbeen. Ja, dus niet tegengesteld, maar dezelfde kant, linkerarm, linkerbeen. Hou vast voor 4, 3, 2 en zet terug en wissel af. Rechterarm, rechterbeen. Hou vast voor 4, 3, 2 en breng hem terug. Kom lekker zitten. Zijn we er alweer bijna? Oké, pakken we nog heel eventjes die 100. Eerst met die voeten aan de grond. Dat doen we natuurlijk niet 100 keer. We maken hem vanzelf iets zwaarder. We houden eerst even de voeten hier, daarna gaan de voeten van de grond af. Laatste stukje. Klein beetje power nog. Borstjes op, handpalm naar beneden. Kom zo ver mogelijk naar achteren. En pompen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zet hem even stil van de armen naar de buitenkant. En pompen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En hou hem even vast. Pak hem met hieronder. Precies hetzelfde, maar nu met de voeten van de vloer. Strekken de armen uit naar voren. En de benen. Hou hem daar. Voeten mooi naar buiten laten wijzen. Hakken tegen elkaar gaan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Arm opzij. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En trek hem in. Ja, één blokje nog. Eén keer voeten aan de grond. Naar voren en opzij de armen. En dan één blokje met de voeten van de grond af. Ja. Allerlaatste, de repetitie is altijd goed. Rol af. Strek je borstkas op en pompen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zet je armen even stil. Naar buiten. Gaan we. En 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En wat die benen bent. Keurig. Strek op je armen naar voren en de benen. 8 keer even stil en 8 keer opzij. Ready? Go. Gaan we. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zet die armen stil. Opzij. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En 2. Netjes. Keurig. En maak een mooie keer, maak een sit. Borstkas even goed op. Je rechteroor en je rechterschouder. Midden. En andere kant. En midden. Keer op de borst. Rol met je kin over je borst. Kijk even achterop. Rol door naar de andere kant. Voor terug en omhoog. Oké, adem even diep in. Maak je arm zo lang mogelijk. Over je hoofd. En breng hem terug. Andere arm, recht omhoog. Maak hem lang. Over je hoofd.
breng hem terug. Beide armen even naar buiten. Worstel, kerstbaan op. Dan ze door naar voren. En duw weer. En je armen naar achteren. Draai je duimen naar buiten. Kijk, schuin op. En pak je hem even beet. Leg je handen op je billen. En breng hem omhoog. Breng ze zo hoog mogelijk van je billen af. Aanpas. En laat hem los. Even je benen naar voren. Adem diep in. Adem uit tot hoge benen. Adem diep in, kom je naar mij toe. En op een uitademing, ontspan je, kijk je waar je bij kan. Enkelstenen, neem je uit je achterkant op, rol hem weer op. En doen we nog een keer, diep in, lengte. Inademen en lengte zoeken. Uitademen, ontspanning tot halve wegen. Op een inademing, kom je weer naar mij toe, diep inademen. Uitademen, kijk je of je een stukje verder komt dan net. Hetzelfde doen we even met die heupwarmers. Maak je weer even lengte in je rug op die inademing. Op een uitademing ontspan je. Op een inademing zoek je weer lengte naar voren. En op een uitademing ontspan je. Kijk je of je die armen, die onderarmen op je benen of op de grond neer kan leggen. Laat je hoofd even hangen. Rol hem weer op. Nog één keer, diep in door je neus. Adem lang, 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 lang. Adem uit. Adem in, zoek lengte. Adem uit en ontspan. Even naar voren. De laatste keer. Adem diep in. Schouders naar je oren. Spanning op je schouders. En adem uit.